De basiscursus Emke. Ja, ik heb mezelf voor jou gehad. Dat hij dan moeite zou leken, zo'n bijenkursus. Dat is ook zeer interessant. Ik denk van, ik vind het omdat je meer tijd hebt op voor die cursus. En dat is een stuk of 15 lessen. En dat is ook voor jeugd, dat begreep ik. Kun je ook wel veel. Voor jeugd gewoon straks. Wat meer dan nog, van de trainer ben, doe wat we wel aan die basisschool. We hebben wat geld van de opzet, maar dat wordt eigenlijk allemaal nog veel opzetten hoor. Dat is hartstikke leuk. Ja, we hebben door een demonstratiekastje staan, als we allemaal weg zijn, dan kunnen we alleen hier doen. Ja. En dat is ook heel leuk om mijn jeugd te verzamelen. Maar ik ken die bijen ook zo in houten door in haar bijenkast wonen. Met de koningin. Met de koningin is het ook hier. En raken ze dag en dag. Ja, er is ooit koningin verkast. Ja. En er zijn allemaal vrouwtjes bij. Er zijn de werkers. En de dames, ja, er zijn mannen. Die hebben er allemaal. Dat gebeurt maar volkeren. Ja, precies. Ben net mis. En dan moet de vrouw ook wat, wat rustiger op. Ja. De man ben er eigenlijk om een koningin allemaal in de leven van de koningin te bevruchten. En is die dat wel eens gebeurd dat een koning of een hele nest wegvlucht? Mij nooit, nee. Maar ik heb ook nog maar vier jaar heb ik mijn eerste bijenvolk aangeschaft toen ik op cursus ging. En het is makkelijkst als je een volkje zo bij hem en die je er zo. Maar die is dan in die eigen toestel? Heb ik in toestel, ja. Is dat nou duurder? Zo, zo. Ja. Nou, je kunt zo net zo duur boeken als je wilt. Je kunt alles naar kopen, maar je kunt ook tweedehands kopen. Ja. En je kunt bijenvolkje, die heeft een 80 euro heen van bijenvolkje. Voor ons staat zijn wennen? Ik heb dat nou nooit gelezen. Ik heb toen nog wachtig geproceerd. Ik weet ook bijenvolkjes voor de. Ja. Voor de cursisten hier. Ja. En doe ik gewoon wat rompjes met bijgekomen. Nou. Maar dan moet je wel een kast hebben. Ja. En een paak en voor alles in nog wat. Nou, hou. Kijk, dat is natuurlijk per ooit zo'n volk. Dat is de koningin. Oh, zus, toen nou dat koningin is. Ja. Dat is langer. Koningin is langer dan gewoon de. Maar de kast erbij. Ja, sorry hoor, maar. Koningin is wat groter, ja. En hoe komt hij zo?
dorp op, net binnen. Oh. Dan kun je zo van, hé, hey, ze zijn een nieuwe koningin aan het mop. Ik vind dat en wel heel bijzonder. Heel bijzonder. Soms hebben ze door 10 van die dorpen hangen. En als het zover is dat die koningin goed loopt, dan is dan God de oude koningin, die God de verdeur met een duil van het volk. Oké, dan kun je daar naaien, dan heb je dus die zwaar. Okay. Dat is ook de natuurlijke vorm van het vermeren. Oké, ja, dat is een naaivorm. Die naaikoningin misschien. Dit is een naaikoningin die loopt in de vloer van die dag. Ja. Zolang er nog genoeg bij de dingen zijn, dan kunt hij weer wegvallen met duil van voor. En er is er nog wel zo'n dorp en daar loopt in ook weer met de rest van het volk. Totdat die andere waaksters denken van nou worden we wel met half weinig bijken hier. Ja. De rest moet mij wegvallen, die steken we overhoop. Dus die mochten die andere koningin dood, zodat ze ooit jonge koningin hoop. Nou, en dit is goed bedoeld, zie. Als het te vol is, dan denken ze ook van, ik weet het vol, ik kan anders thee of zuid. Dat ben die zwaar. Oké, ik vind dat soort mensen wel heel goed op lezen, mag ik zeggen. Ik denk dat de Lustro's toen ze ook wel begrepen. Nou, mooi. Maar wie wil nog even doorkijken en dan... Ja. En dan zou ik zeggen, terwijl ik de mensen hier allemaal kom te kijken. Ja, ze kennen vandoor nog de vijf en meubel van 10 tot 5. Nou, dit is echt wel een hartstikke leuke hier zo. Hè? Nou, we lopen hier even. Ja, we lopen er nog even mee. De showcast. En dan mag ik niet meer, denk ik. Dan mag ik mijn mond dicht. Wat jammer, ja.